Goedendag. De paraplu hebben we de afgelopen dagen flink nodig gehad. Maar ook de komende dagen lijken we niet te ontkomen aan dit soort plaatjes. We gaan kijken in deze tiendaagse of er nog wat mooiere momenten tussen zitten. Maar ik kan alvast verklappen, het blijft waarschijnlijk echt wel wisselvallig weer. Nou, ook vandaag zien we dus een storing vanuit België het land binnentrekken. Op de radarbeelden zien we een gebied met buiige regen het land binnentrekken. En dat systeem trekt langzaam noordwaarts en het kan weer opnieuw flink gaan regenen. Dus ook in het noorden gaan ze die paraplu vandaag echt nog wel weer nodig hebben. Ook op de computeranimatie zien we dat systeem mooi terug. Vanmiddag boven België met het lage drukgebied en daaromheen. Dus regen- en buiengebieden die het land binnentrekken. En ook de komende dagen houden we te maken met lage drukgebieden die de invloed uitoefenen op ons weerbeeld. Het is eigenlijk één groot lage drukgebied boven de oceaan. En daaromheen af en toe kleinere lage drukgebieden die ons land kunnen bereiken. En vooral de zondag lijkt echt wel nat te verlopen. Zelfs een beetje onstuimig met veel wind. En ook na het weekend houden we de invloed van lage drukgebieden vast. Weliswaar vervaagt het signaal op deze kaarten wel, maar we zien nog altijd rondom Nederland een aantal plukken met regen en veel bewolking rondom ons land heen tollen. Dus al met al blijft het echt wel wisselvallig weer. Nou, vandaag dus ook. Een storing trekt dus langzaam vanuit België nu het land binnen. En het duurt dan tot halverwege of eind van de middag dat hij ook het noorden van het land aan gaat doen. De temperatuur ligt zo tussen de 11 en de 14 graden. En de wind die zoekt veelal de zuidwest of de zuidoosthoek op en is veelal matig van kracht. Nou, vanavond is het dan ook lange tijd nat met buien en regen. En dat trekt dan langzaam verder richting het noordoosten. In Zeeland wordt het al voorzichtig droog en vanavond wordt het op meer plaatsen droog. En omdat er weinig wind staat, kan er ook gemakkelijk mist ontstaan. Vooral in het midden en westen van het land gaat op uitgebreide schaal mist ontstaan. En morgenochtend kan het dan ook even duren voordat die mist is opgelost. En opnieuw trekt er weer een storing langzaam het land binnen. En zien we in de middag dat er vooral overal in het midden en noorden van het land er perioden met regen zijn. In het zuiden zou misschien de zon nog even kunnen doorbreken, maar de temperatuur ligt daarbij tussen de 11 en 14 graden. Nou, ook de vrijdag verloopt wisselvallig met een aantal buien en regengebieden. De bewolking heeft ook weer de overhand, al kan in het zuiden van het land opnieuw de zon kort doorbreken. Op zaterdag kan op meer plaatsen de zon doorbreken, maar het blijft dus wisselvallig weer met af en toe buien en regengebieden. Wel is de fractie zachter bij 13 tot 15 graden. En ook de zondag belooft dat zachter te gaan verlopen, 15 tot 17 graden. Maar er trekken nog altijd buien dus over het land. En dat ze kunnen een paar stevige buien zijn. Misschien dat er wel op meerdere plaatsen 10 mm of wat meer valt. Ook de maandag blijft wisselvallig en dinsdag spreekt eigenlijk ook wel een beetje voor zich. De temperatuurpluim laat dan ook een vrij stabiele temperatuur zien. Die zo tussen de 11 en de 15 graden ligt. Opvallend is de zondag en de maandag, die verlopen ietsje zachter. Maar het blijft dus echt wel nat herfstweer. Met vooral zondag dus een grote kans op veel regen. Maar ook de rest van de week, het verloopt allemaal vrij wisselvallig en nat. Dus die paraplu gaan we echt nog wel nodig hebben de komende 10 dagen. Fijne dag. MUZIEK